Ik ben nucleair geneeskundige in het Amphia ziekenhuis. En ik kom eigenlijk dagelijks in contact met voornamelijk de scans van patiënten met kanker. En dat is ook een van de redenen waarom ik meedoe aan deze sponsor zwemtocht, zeg maar. Breda nu. Mijn eerste motivatie is meer in de persoonlijke sfeer dat ik binnen de familie ook in aanraking ben geweest met mensen die kanker hebben gehad. En dat ik het belangrijk vind dat onderzoek naar therapieën tegen kanker gefinancierd kunnen worden. En niet alleen vanuit zeg maar, farmaceuten die daar bepaalde bedoelingen bij hebben, maar ook gewoon via goede doelen. Zijn er spectaculaire vooruitgangen op dit moment te melden? Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de nucleaire geneeskunde, dus met radioactieve stoffen. En daarbij zijn inderdaad spectaculaire dingen gaande, waarbij voornamelijk voor prostaatkanker stofjes zijn ontwikkeld die radioactief gemaakt kunnen worden en ingespoten kunnen worden in de bloedbaan. En eigenlijk direct bij de tumor terechtkomen en daar heel lokaal de tumorcellen bestralen. En er zijn op dit moment eigenlijk meerdere studies gaande om te kijken of die therapieën meer effect hebben dan de huidige therapieën. Dus ik verwacht daar best wel veel van. Dus. Het doet mij goed dat jullie zo gemotiveerd zijn, want ik zie hier ook nog een oncoloog rondlopen. En jullie zijn samen aan het zwemmen. Ik vind dit grote klasse. Dankjewel voor het interview. Geen dank. Breda nu.